Breda Nu. Je weet het meteen. Met de decembermaand in aantocht staat boerderij De Wolfslaar vandaag in het teken van een winterfair. Wij gaan eens kijken wat hier allemaal te doen is vandaag. Wat vindt u van deze winterfair? Ik vind het een gezellige fair met allemaal dingetjes van de natuur en daar hou ik van. Heel erg leuk. En wat is het leukste wat je gezien of gedaan hebt? Alles en de diertjes hier. Het is hier heel leuk. Het is heel erg gezellig, maar het is niet koud genoeg. Het had nog moeten sneeuwen en eigenlijk nog een klein beetje donkerder. Maar het is reuze leuk opgezet. Dat legendejagen, hoe gaat dat in zijn werk? Waar doet u dat en hoe? We doen het in alle tijden en op alle plekken, maar we zitten voorlopig aan de Baronie van Breda vast. En we zoeken dus naar verhalen en we brengen dat weer aan de man. De verhalen worden vergeten en dat proberen wij tegen te gaan natuurlijk. Op een ludieke manier ook tegelijkertijd. Hoe is deze markt ontstaan? Eigenlijk doen we dit al een jaar of 7, denk ik. En dan 2 maal per jaar. We hebben een lentefair en een winterfair. En we zijn eigenlijk begonnen met wat een kleine markt met duurzame producten, streekproducten. Toen was het vooral recycling en upcycling. Als je nu ziet, zoveel mensen maken zoveel lekkere dingen dat we nu eigenlijk uitgegroeid zijn. We zijn gestart, het eerste jaar hadden we iets van 20 kramen en we zitten nu op 46. Dus wat dat betreft was het gisteren met de kramenman nog puzzelen om alles hier zo op het terrein te krijgen. Dit is een zakje gezonde lucht van Wolfslaar, boerderij Wolfslaar. Dit hebben wij gemaakt omdat wij de kinderen dit jaar willen helpen met longaandoeningen. Dit jaar staat Serious Request bij ons op de Grote Markt. Dus wij hebben dit gemaakt en wij hopen dat de mensen dit willen kopen voor 2 euro per zakje gezonde lucht. Breda Nu. Je weet het meteen.